morning here, team from Australia, with number one, Taliga Kalensi. And number two, Louisa Border. Number nine, and they lost the main, and I'm here with the name of the Yusuf. And number three, Sonnen Kaiser. Zo geef je de visitekaartjes af. Ja, 7 punten gespeeld in totaal. Dat betekent dat we weer wisselen van kant. Ja, dat is per ongeluk geraakt worden en dan het toevallig ook nog aan de overzijde in het veld tikken. Ach, het gebeurt. Kletsen is er weer.
onze Sanne. Ja, het maakt er ook allemaal niet zoveel uit. Hè. Links, rechts, ze scoort ze allemaal. Prachtig aangegeven door Dora Maatje. En die mag gaan ze weer. Maar alleen voor die is zo bij de stand van 8 tegen 5. Net uit, dat betekent wissel van kant. Wonderful defense. En het vervolg door Sannekijk. Thank you.
10 tegen 10. En de glimlach staat nog steeds op het gezicht. En dat is fijn om te zien. Ja, iets wat vroeg gekozen daardoor Sanne Keizer om af te lopen onder het motto, ach, die bal zal niet meer aankomen. Maar de dame aan het net is ook 1,85 groot en bumpte de bal hard naar beneden. 11,15. Beautiful shot, points go to the Netherlands. Ze had hem, alleen niet helemaal onder controle. Bal hard op haar borst. Maar ze staan er lekker ruim voor in de eerste set. 12-18. Walking to the joint, oftewel hard geslagen op de dame die van het net af liep. 19 tegen 12. Alleen voor die zon aan service. Ja, en met het 20ste punt op het bord in de eerste set is het inderdaad set point. En veel duidelijker kunnen we het niet maken. Prachtige ace en daarmee win in de set. Ladies and gentlemen, on the center court, op het center court staan ze weer, onze dames die u mogen opvrolijken. En ik vraag u om ze dit keer te ontvangen met een fantastisch applaus. Het zijn onze dames van de Transavia Dance Girls. Bring the action. We're gonna turn this shit up. We're gonna turn this shit up. We're gonna turn this shit up. I wanna scream and shout and then all loud and scream and shout.
Ze moeten er inderdaad zelf een beetje op lachen. Maar als je er heel hard voor gewerkt hebt, heb je hem gewoon verdiend. Zo simpel is het. De meiden geven alweer het visitekaartje af. 4-1, tweede set. Knappe rally, eerst al een goede blokkering, maar daarna het mooi opgehaald. Dat betekent dat zij een derde punt scoort. Daar is een iets mindere fase in de service, maar het risico wordt genomen door de dames om direct te kunnen scoren. Stand in evenwicht, 6 voor beide, 2 set. Thank you.
ja, misschien op zoek naar iets minder foute lach. Want beide teams hebben dat wel heel erg op dit moment. Maak kans. En voor de zomerswaarder teruggedraaid naar haar eigen lijk. Doet ze goed. Een grote dame, jong talent. 20 jaar oud slechts. Het is duidelijk, zo laat Sanne zien met de duimpje. Dat soort tijdbelay willen de scheidsrechters niet hebben. Service Australia. Prachtige verdediging en daarna ook afgemaakt. Gaatje geslagen van 2 punten, slechts. De dubbel dia wel ontweken, maar uiteindelijk buiten de lijnen gelegd. Zo is het gaatje 3 punten. En dat doen we het van over de andere zijde. Heel knap gedaan.
12 tegen 14. Bring the action. Balletje daar via de blokkering. Overtuigende paas, heerlijke setup. En zelf afmaken, zo werkt het. Twee puntjes is slechts het verschil in deze tweede set. Linkerarm over de linkerzijde voor het scoort haar 17e punt. Daar even een misverstand en daardoor het 19e punt op het bord voor Australië. Bijna wisselen we weer van kant omdat het een veelvoud van 7 punten is. Tegen de wind in vanaf deze zijde. Kijken of we daar gebruik van kunnen maken. In 1 over tillen over zoals het zo mooi heet. Eerste set al geworden met 21-13.
Ja, dan heb je zo'n mooie zonnebril op en dan schopt je medespeler gewoon zo'n lekkere hap zand onderdoor. Dat zeg ik, je medespeler, zei ik ook. Ik zei niet je vijand of je vriendin, ik zei je medespeler. En inderdaad, dat geeft niks, dat hoort er allemaal bij, zeggen ze dan. 1 punt te gaan, het is setpoint voor Australia. Helemaal van de leg, zo simpel is het. 5 topspin strong services erin pompen, zo simpel is het ook. De opgooien niet helemaal zoals we mag verwachten, inderdaad. U ziet het. Daarmee is de winst van de set voor de Australiërs. Oftewel, we gaan over naar de derde set. Ja, en dan mogen we weer even gaan genieten natuurlijk van de Transavia Dance Girls. Ah, heel even zoeken nog. Het leven is zo mooi. Dus de laatste van deze wedstrijd van 6 natuurlijk gespeeld. Regulier tot en met 15 punten. Ja, wel er goed bij. Geen controle. In dit geval bij de jonge Clancy. En dat betekent dat we Nederland gaan serveren. Nou, ongeveer. Bij die paar laatste ballen van de vorige set, dan hebben we niet over de allerlaatste. Dat is een mooi startje. Thank you.
keuze. Even de dreiging op rechtdoor en dan toch diagonaal. Sanne Keizer. Iets te enthousiast de bal gegooid. Pas doen als je aankijkt. Hè. Ja, natuurlijk dan de wissel van kant, in dit geval bij 5 gespeelde punten. Dat komt natuurlijk door het reguliere aantal van 15 als je de set wil winnen. Een klein zie om Australia te serve. Vierde punt ook voor Australië. Nederlandse meiden even op zoek naar het juiste momentje om weer te zorgen dat wij deze wedstrijd in ieder geval proberen naar ons toe te trekken. Clancy blijft serveren. Die bal buiten geleiden, punt voor Nederland. Het gaat blokkeren. Waarbij net niet de controle die je wil hebben. We staan voor 5-6. Dat is op elkaar.
nog zo lekker voor. Maar meiden, we staan er gewoon nog eentje voor. Ik weet het, het voelt zo. Maar zij mogen serveren en wij mogen scoren. Ja, ik zei nu, Tarika Clancy, ongelooflijk talentvol, grote meid, maar ook in het achterveld rap, waanzinnig in de verdediging. En dat maakt het wat makkelijker af. 9 punten voor Australia, 10 voor Nederland. Maar ze is nog jong, hè? Zijn talentvol, zei niet dat ze het al was. 11-9. Net iets te weinig spin op de bal. Blijven voorstaan, 1 punt verschil. Worden voor Nederland. Beautiful one, Keizer. Lekker blijven scoren, je eigen ding doen en dat gaat helemaal zoals we het willen. 11 tegen 12. It's a beautiful one van Ierso. Ha ha ha! Have defense by Keizer? Nope, sure. De wisselen van kant, we staan nog steeds 1 puntje voor. We hebben er nog maar 2 nodig, zeggen we dan. Oftewel side-out te halen. We hebben lekker een gevoel. Lekker, het is matchpoint! Tja, 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 tja. En zo doe je dat.
give them a big hand from Australia. Louisa Bonner and Talika Clancy.